Onlangs werd hij geëerd met een boek en dat mocht ook wel, want al 40 jaar schudt André van Duin grappige typetjes en komische situaties uit zijn mouw. En vandaag is hij onze gasthoofdredacteur. Ouwe beuker, zit je weer te kijken, ouwe beuker! Humor zit André van Duin in de genen. Hij kan het niet laten om grappen de lucht in te knallen. Waarschijnlijk is het in de schoolbank begonnen. Dat hij van alles wat er ook gebeurt op een dag, dat hij daar een grap van maakt. André kan humor halen uit bijna niks. En door zijn geweldige timing, geweldige talent, door zijn fysicomica. Dat is zo uniek. André is een clown. Maar een modern niet met een neusje op, maar een clown. Zonder sluier. Koe zonder uien. Op ieder potje past een dekseltje. André van Duin heeft niet alleen de harten van zijn publiek gestolen. Oh, het is een lief mens. Het is een heel leuk mens. Hij is uitdagend. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Dat lied zegt zoveel. Het zegt zoveel van houden van. Ik hou van André. En heel veel. Joop van den Ende loopt al vanaf zijn tienerjaren bij André de deur plat. Langzaamaan ontstaat er een vriendschap. Als André geeft nooit zo snel het vertrouwen. Die is wel aardig. Maar het vertrouwen geven, dan heb je het voor het leven. Ook Ron Brandsteder kent André van haver tot gort. Ik zit een eitje te bakken. Een eitje bakken? Ja. In een zijspan? In een zijspan. Ja, hij is trouw. Trouw vriend. Hij vergeet nooit de verjaardag. Al jaren werkt André zich suf. En hij is behoorlijk kritisch over zijn eigen brouwsels. Het lijkt alsof het hem geen moeite kost of hij al die flauwe kul er zomaar uitgooit. Maar het is wel een pietje precies. Oh, dan moet ik een letter. Niet zo. Ga hem even gekwappelen. André van Duin is een man met twee gezichten. Het bekendste koppie is dat van de komiek met flinke kortsluiting. Maar naast de bühne is hij doodnormaal. Het is gewoon een echte Hollander die houdt van draadjesvlees in stampot. Ooit kwam hij bij mij eten en toen had ik zo'n aardappel in zilverpapier gemaakt. Weet je, die zo ingepakte aardappel. En toen maakte hij hem open. Toen zei hij, ik heb een aardappel. Wat heb jij? Het knusse thuisfront longt. André is een echte huismus. André doet het meeste plezier met een gezellig huis en veel vrienden om hem heen. André is toch wel een sociaal mens. Hij houdt van oud-Hollandse spelletjes. En zijn favoriet spel is bingo. Dat heeft hij pas ontdekt op de computer. Dus elke keer als we iets hebben, een verjaardag, dan is het bingo. En dan kom je bij hem thuis en een normaal mens zegt, wil je wat drinken? En hij zegt, wat wil je zingen? Want naast zijn bingo-manie heeft hij ook nog een karaoke-tik. Ja, dat vind ik gezellig. Dat vind ik ook leuk met bingo. Maar we hebben ook zo'n melodietje eronder zitten. Echt een ophitsend melodietje zit eronder. Iedereen denkt, bingo, dat is een hele oude wedstrijd. Maar zoals wij het doen, is heel gezellig. Iedereen gaat, maar als ik zeg, we gaan bingo, hebben mensen bingo. Dat is een hele nieuwe versie, begrijp ik. Ja, een nieuwe versie. Ja, een nieuwe uitvoering. Maar als je nou dit ziet, dan denk je, André van Duin is heilig verklaard. Want iedereen zit alleen maar van, wat een leuke vent. Jij moet toch ook iets hebben wat niet leuk is? Nee. Ja, dat bingo natuurlijk. Maar wat heb je verder? Ik ben het zo mee eens met die mensen. Jammer, dat wil ik er niet in zat. Ja, maar je bent wel een handenbindertje, zegt Ron Brandsteder. Nou, handenbindertje, zover. Ik vraag altijd wel veel aandacht, ja. Maar ja, dat zit een beetje in. Maar dat vind ik ook niet erg, dat hoort er toch bij. Je moet een beetje de boel op de gang houden. Hè. Ik hou niet van als de stiltes vallen, vind je niet? Nee, hou ik ook niet van. Nou, dan praten we heel snel door. Ja. Maar zit er niet de tegenstrijdigheid in? Aan de ene kant wordt er gezegd, jij bent heel precies. Hè? Mm. Je weet echt wat je aan het doen bent. Maar nou, aan de andere kant ben je ook iemand. Ik weet meestal niet helemaal wat ik aan het doen ben. Hoor. Sommige dingen bereid ik wel voor en zo. Ik heb nog gezien hoe dit programma voorbereid wordt. Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Je hebt wat punten en zo. En dan moet je het verder invullen, weet je wel. Je gaat met een paar krentjes aan de gang. En dat moet dan een taart worden. Maar vind je het moeilijk om een groot proces om het los te laten ook? Want bij televisie, kijk, als jij de theater ingaat, dan ben je heel erg, heb je alles bedacht. Of in ieder geval alles uitgewerkt. Ja. Maar bij tv vind ik, soms moet je ook heel veel dingen loslaten. Die heb je zelf niet in de hand. Ja, nou ja, bij theater ook. Je bent afhankelijk van heel veel mensen om je heen natuurlijk. Hè? Ja. En niet in de laatste plaats van het publiek. Als ze niet lachen, kan je bedenken wat je wil. Maar dan sta je toch eens. We waren net waar we het programma ontzettend voor aan het bereiden. Het is heel zwaar. Ik wist niet dat het zo van voorbereiding was. Nee, het is gigantisch. Maar toen was het leuk. Toen was de productie kwam binnen. Zeiden van, ja, SBS. En die wilde eerst niet de beelden van Oesje geven. Niet. En Wendy van Dijk. En niet. Nee, maar wat ik bij jou zag. Want wij allemaal van, oh, repetit, weet je wel. En SBS. En nou doen ze het wel. Hartstikke leuk opgelost. Jij gaat alleen maar
zo voor je uit zitten kijken. Zo van, jongens, hier bemoei ik me allemaal niet mee. Dit hoor ik wel. Ja, maar ik wist ook niet wat het over ging. Nee, nee, maar is dat, heb je dat geleerd in de loop van de jaar? Dat je denkt, ja, iedereen moet ik maar kan roepen. Me heel goed afsluiten. En ik ben ook wel een beetje een einzelganger, hoor. En ik kan alles goed relativeren. En ik maak me ook zo druk. Kijk, het kan hooguit misgaan, denk ik altijd. Hè. Nou ja, morgen weer een dag, hè. Ja, inderdaad. Ja. Nou, we hebben wel heel hard gewerkt vandaag. Daar laten we straks even zien. Daar hebben we beelden van, hè, hoe hard we gewerkt hebben. Daar hebben we beelden van. Ja, die laten ze af en toe zien. Ja, waarom zijn schitterende beelden. Ja. Om ze nou elke keer weer naar de voorgrond te halen, vind ik ook jammer. Ja, gasthoofdredacteur zijn van RTL Boulevard is natuurlijk een mooie, zware taak. Hele zware taak. Hoe heb je dat ingevuld? Nou ja, de hele week zijn we al bezig geweest. Ja. Bespreking gaat van tevoren natuurlijk. Veel gegeten met z'n allen weer. Nachten doorgehaald. Maar ja, ja. Tot nu toe, het gaat. We zitten op schema. Het gaat goed. In de hand. Want je mocht zelf ook een beetje aangeven wat jij erin wilde. Ja, ik heb zijn kleding ook uitgezocht. Ja, het zijn vandaag allemaal gesteld door André. Ja. Maar waarvan dacht jij dat moet erin? Nou, eigenlijk alles. Maar in ieder geval, we hebben in ieder geval de eyecatchers, weet je wat, de aankatsers. We hebben in ieder geval hoogtepunten, we hebben in ieder geval baanbrekend werk verricht. Ja. Oh, dit was vanmiddag zo zwaar. Ja, dat was gewoon een stukje voorbereiden. Het is maar een momentje dit. Ja. Hè? Ja. Dat is maar een momentje, want we hadden geen tape genoeg om het allemaal te filmen. Nee, hoogtepunten. Ja. Kijk even hier, erin, eruit. Hup, weer. Oh. Dus morgens vroeg kom je weer binnen. Ja. Zie je hoe het gaat? Ja, dat gaat. Nou ja, we gaan naar deze uitzending dus zien. Kijk jij veel tv? Een beetje gericht wel. Ik kijk niet alles. Wat? Paul de Leeuw kijk ik altijd. Koef Noem kijk ik altijd. Dit programma kijk ik natuurlijk altijd. Ja, maar tijdens dit programma ben ik altijd wat aan het doen. Dan ben ik met eten bezig of zo. Hè. Dan kan je, maar dat zijn wij voor. Het is een soort radioprogramma. Ja, mijn tv'tje staat ook in de keuken. Zo'n klein tv'tje. Maar het is altijd een beetje vakgerelateerd. Hè? Dus je zoekt altijd wel de komische ik hou bijvoorbeeld niet van enge films en zo. En vechten en toestanden hou ik ook niet zo van. Dus ik voel wel altijd wel een beetje. In de comedyhoek zoek ik het altijd wel. Ja.